Yes, beste mensen. Welkom bij een nieuwe video op het Custom Nutrition kanaal. En vandaag weer trainen met BN'ers, met niemand minder dan. Ik ga zo meteen zijn naam zeggen. We gaan vandaag trainen met iemand van de new generation. De nieuwe generatie. Er is een hele nieuwe generatie opkomst op YouTube, TikTok, Instagram. Die ook heel veel invloed hebben op de jeugd. Ook motivatie brengen, net als ik vroeger. En we worden oud mensen. We worden oud. En we moeten een beetje meegaan met de tijd. We moeten meegaan ook met die nieuwe generatie. En ook plaats maken voor hun. En gelukkig ben ik ook pas 26. Ik heb toch wel wat jaren te gaan nog. En vandaag gaan we trainen met niemand minder dan Izay. Ik denk dat heel veel mensen hebben gehoord van Izay. Maar ik denk ook dat heel veel van onze kijkers nog nooit van zijn naam hebben gehoord. Dus ik neem jullie mee vandaag. Izay is bekend geworden door te streamen op YouTube. Heeft een hele gekke, grote, sterke aanhang achter zich gekregen. En het is gewoon echt een enthousiaste, flexibele, jonge mensen. Mogen hem, mensen vinden het leuk om naar hem te kijken. En ik wist helemaal niet dat hij een paar straten verder van mij woont. Dus dat komt helemaal goed uit. We hoeven maar 5 minuutjes te rijden. En dan zijn we bij Izay. En we gaan eerst in zijn livestream. Hij heeft nu al aangekondigd dat er een speciale gast in zijn livestream komt. Dat ben ik dan nu. Ik ben de speciale gast. Het is ook zo dat die generatie nu, die nieuwe generatie, die is ook gewoon opgegroeid met influencers, artiesten, rappers zoals Koso en heel veel anderen. Dus het is alleen maar leuk dat wij nu bij elkaar kunnen komen. En we gaan eerst in zijn livestream. Na de livestream gaan we gelijk naar de gym Fitness Planet XL. Ik neem hem mee, want hij heeft tegen mij gezegd dat hij kast wilt worden. Hij is een beetje aan de magere kant. Hij doet wel een beetje kickbox, maar hij wil gespierder worden. Hij wil aankomen en dat kan met niemand minder dan Koso natuurlijk. Koso Nutrition. We hebben hier de pre-workout bij ons. Ik ga gelijk een scoop in zijn mond gooien. En dan gaan we lekker die chest aanpakken en waarschijnlijk ga ik elke week ook met hem trainen en ga ik hem helpen om zijn doel te bereiken. Dus ik neem jullie mee vandaag. Weer een iets te lange intro. Ik hou van praten, mensen. Ik hou van praten, maar laten we het gewoon hierbij houden. We gaan naar Izay. Ken je hem nog niet? Check het even op YouTube, check het even op Google en ik neem jullie mee vandaag. Ciao! Yes, dames en heren, we zijn aangekomen op locatie bij Izay. Ik laat niet te veel zien, want het is een beetje privacy, jullie weten toch? Salam alaikum. Salam, hoe vind je dat? Alles goed? Rustig? Rustig, man. Als ik wist dat ik ook Heb jij aangedaan? Ja, man. Heb je niet nog eentje? hoe werkt deze ding, man? Koso. Cool, dit zijn mensen die doneren en dan komt het hier op de boxen. Ah, oké. Dus straks als ze iets raar zeggen, Okay, ik ben het niet. Inshallah. Inshallah. En zeg dankjewel voor je barkje, man. En zo naar jouw moeder. Die bark is voor mij toch? De helft. En we doen 11-11 vandaag toch? Klaar voor? Moet ik hem gewoon. Ga je hem zo gooien? Nee, ik doe wel normaal. Nee, ik doe wel normaal. Ik ga niet vies maken hier, weet ook. Het is lekker, man. Het is watermeloen, bro. Beetje mixen zo. Kijk je wel eens mijn filmpjes. Ja, toch. Ja, toch. Yes, beste mensen. We zijn aangekomen. Fitness Planet XL. Izay is naast me. Mijn brada. En hoe deed je dit? Dit is hem, toch? Maar ik doe hem dit verkeerd. Eén keer verkeerd gaan dringen. Eén keer. Win. Ik zie hem vaak voorbij komen, dat ding, man. Wat houdt dat in? Wat is dat? Vroeger waren we, ik doe dus dit. Vroeger waren we L, weet je, we verloren vroeger. Ja, ja, ja. En nu zijn we winnaars, omdat we aan de top zijn. Ja, maar het is wel leuk dat je iets hebt, eigen ding die jou herkenbaar maakt, zeg maar. Ja, deze heeft ook veel voor mij geregeld, moet je denken. Ja, tuurlijk. Ja, en dat is, ik zie ook dat als je op een gegeven moment bekend wordt, je moet iets hebben, zeg maar, waar mensen je van herkennen. Ja, man. Kijk, bij mij was het altijd kast je, ja. Toch? En dan jij hebt deze, dus ik doe hem goed nu. Hè? Ja. Maar Izay is naast mij, is een nieuwe generatie jongens. Ik doe alsof ik heel oud ben, ik ben 26, hij is 25. Maar ik ben natuurlijk op mijn 16e bekend geworden, al 10 jaar een beetje in de game. En Izay is nu sinds een jaartje, denk ik. Twee jaar streamen. Maar echt, afgelopen jaar heb je echt geknald. Ja, laatste jaar was mijn booming. Ja, ja. Hij is bekend geworden, nieuwe generatie. En een motivatie ook voor de jeugd nu. Dat iedereen het kan.
Ja, man. En je doet het goed. Ik zie veel dingen voorbij komen. Je hebt een hele sterke aanhang. Stel jezelf ook gewoon even voor, man. Wie ben je? Wat doe je? En waar kom je vandaan? Ik kom uit Maastricht. Mijn naam is Isai. Ik ben 25 jaar. Heel mijn leven was chillen, rotzooi. En op deze laatste 2 jaar heb ik YouTube gevonden. Ik ben begonnen met een beetje Fortnite streamen. En nu is van mijn hobby eigenlijk mijn werk geworden, man. Meer kan ik er niet aan toevoegen. Een paar maanden geleden heb je mij een appje gestuurd van bro, ik wil kast worden. Help mij. Man. Niet omdat je ziek bent, maar je hebt slecht gegeten de afgelopen jaren. Klopt. Een beetje aankomen, een beetje gespierder worden. En bij wie moet je dan zijn natuurlijk? Bij de enige echte Koster, man, waarschijnlijk. Dankjewel. Koster Nutrition, we gaan gas geven. We zijn nu bij Fitness Planet XL. De allereerste training met Isai. Heb je ooit echt fitness gedaan? Of was het altijd gewoon even proberen? Jawel, het was een tijdje dat ik... Mijn max was 76 kilo. Dan was ik droog gespierd. Oké, en nu ben je 69 kilo. Ja. En het doel is richting de 80 kilo. Bro, als jij mij 80 kilo maakt... Ja. Als je luistert naar mij. Ik luister naar jou. Want het is niet alleen trainen, het is ook eten, voeding. Ik ga je wat shakejes meegeven strakjes. Dus ik ga je een schema maken. Je moet je wel eraan houden, man. Dat is wel belangrijk. En dan gaat het zeker lukken, 100%. Ik hoop het. Ik ga er alles aan doen. We hadden net even discussie. Oké, je bent misschien ietsjes. Maar ik was ook dun, toch? Ja. Eerlijk. Weet je wat het bij mij is? Ik zit niet ondergewicht, ik zit echt op de grens. Op de grens. Oké, maar dan gaan we werken. Vooral met mijn lengte, man. Snap je? Gaan we doen, man. We gaan vandaag borst trainen en een beetje bicep. Ik ga met jou ook even bankdrukken, kijken wat jouw kracht nu is. Even kijken hoe je ervoor staat. Kan je niet bankdrukken? We gaan het doen. We gaan knallen. Oh ja, trouwens, we hebben hier de creatine. We hebben net pre-workout gepakt. Even tijdens de livestream gewoon. Omdat we toch een half uurtje moesten rijden. Dan is het tenminste al ingekikt. Maar creatine is ook belangrijk, man. Voor je spiermassa. Voor je krachttoename. Ook om sterker te worden. Deze is puur. We gaan creatine nemen en... Scoopje bro. Ja? Ja, ben je er klaar voor? Uh-huh. Ja. Oh, die zat lekker erin. Let's go. Nooit meer gamen of nooit meer sporten? Nooit meer sporten. Wat is het meeste wat je ooit hebt verdiend met één stream? Meeste? Ja. 3000. Of ja, eigenlijk 10.000, maar dat heb ik weggegeven aan Marokko. Als je een voetballer was, zou je spelen voor Marokkaans elftal of Nederlands elftal? Marokko. Wat zei? Marokko. Als je nog maar één game voor je hele leven mag spelen, welke zou het zijn? Rust. Rust? Is dat een game? Ja, die heet. Ja, heet die zo. Ja. Wat dacht je dat ik pauze wou? Ja, ik dacht gewoon rust. Rust. Wie is jouw favoriete Nederlandse YouTuber of streamer? Isai. Sterk. Als er een BN'er gecanceld moet worden, wie zou je kiezen en waarom? Ik vind cancelen onzin. Niemand moet gecanceld worden. Iedereen moet gewoon doen wat hij wil. Als je één BN'er kon klappen, wie zou je klappen? Nicky Tutorials. Nu 1 miljoen en stoppen met alles wat je aan het doen bent, verdwijnen of doorgaan met wat je doet? Doorgaan met wat ik doe, want ik ga meer dan 1 miljoen maken. Sterk. Ben je bang om ooit gecanceld te worden? Nee, niemand kan me cancelen. Jade of Athena? Jade. Yes, we zijn aangekomen in de kelder, in de gym. Weet je wat deze gym betekent voor mij? Alles. Heb je een beetje gevolgd? Hier ben ik groot geworden, bro. Hier ben je begonnen met trainen. Hier ben ik begonnen met trainen toen ik 14 was. En kreeg mijn eerste spiertjes. Dus misschien is dit ook voor jou de gym. En dan kom ik hem later over van jou. Inshallah. Hey, we zijn er, man. Bankdruk, dit is het eerste wat we gaan doen. Ik wilde eigenlijk leg day met je doen, maar ik bespaar je dat, man. Want als je die doet, kan je nooit meer terugkomen, man. Ja, maar ik moet echt mijn benen trainen, bro. Jawel, man. Jawel. 2 noedels. Nee, maar komt goed, bro. Komt goed. We gaan eerst die chest aanpakken. Dus we denken, dit is echt een moeilijke taak, hè. Waar zijn we aan begonnen? Nee, man. Komt goed. Luister, ga liggen, man. Ga even warming up. Luister, deze stang. Andersom. Bro, deze stang is 20 kilo. Weet je toch? Kijk, je hebt hier 2 streepjes. Moet ik je handleiding geven? Ringvinger, toch? Ringvinger erin, ja. Let's go. Haal hem eruit. Rustig. Je bent niet Formule 1 aan het doen. Juist. Focus. Mind-muscle connection. Je moet niet naar die plafond kijken. Waar naartoe? Je kijkt wel naar die plafond, maar je ziet die plafond niet. Je bent aan het denken, die spier.
Focus op die spieren, ook met je hersenen. Dan pas gaat hij groeien. Je doet het wel, de uitvoering is goed. Ik zeg je eerlijk, de uitvoering is goed. Je raakt hem goed aan. Je hebt wel knokkels, man, bro. Ik zeg je eerlijk. Het zijn vechten. Grote armen. Grote handen. Hoe vaak heb je hem? Dus dit is gewoon warming up. Nu kun je iets sneller. Als je hem onder de knie hebt, is gewoon warming up. Deze tellen we niet. Maar nu even lekker warm worden. Kijken naar die vorm. Moet ik hem voelen in mijn schouders? Kijk, borst voel je altijd een beetje in je schouders. Maar je schouders moeten het niet overnemen, zeg maar. Ja. Dus wat je kan doen, kijk, als je te veel dit gaat doen, ja, dan ga je hem te veel met je schouders duwen. Ja. Je moet hem proberen je ellebogen iets meer naar binnen. Maar niet te veel naar binnen, ja, dat is te veel. Eigenlijk vond ik hem dat je hem al goed deed. Oké, ik heb verzuring in mijn elleboog daarom. Oké, even genoeg. Ik heb ook een iets kleinere borst dan de rest. Dat is ook, mijn schouders zijn ook heel dik en die nemen het ook altijd over. Dus ik moet ook heel erg focussen op die borst. En eigenlijk als je naar boven gaat, moet je die borst tegen elkaar aanduwen. Ja. Je voelt eigenlijk dat je die borst, kijk, als ik dit doe, je voelt die borst spant aan. Ik voel niks, omdat ik niks heb. Kijk, jawel, je hebt wel wat. Maar je moet niet zeg maar dit doen, je moet niet dit doen. En dan voel je hem alleen maar hier. Ja. Sorry man. Is het, ja, dat is Ramadan, bro. Oké. Nee. Bro, ik zeg eerlijk, dit is Ramadan, veel speeksel, man. Nee, je moet... Skip deze. Kom, gaan we het gewicht erop doen, man. Hoeveel kan je denken? 5, 5, 10, 10? 10, 10. Doe wat 80. Tien, tien? Ja, man. Voilà. Weet je zeker? Ja, bro, ik train met kosten, dan moet ik. Ja, kan niet hier komen. Pre-workout. Zet mijn pre-workout niet verschil. Doe op zijn minst alsof die werkt. Hoe vaak moet ik deze doen nu? Kijk, we gaan nu beginnen. Deze eigenlijk 12 keer. Dus. 12 keer, oké. 12 keer. Kom op! Ik ga de kosten van mij niet teleurstellen. Zo, stel me niet teleur, bro. We willen deze zien. Alleen maar W's. Je had een keer gezegd toch, doe W onder kosten een foto. Ik krijg ineens 200 W'tjes. Lekker, maar kom op bro. Easy man. Luister. Adem in als je naar onder gaat. Ja? Als je naar onder gaat, adem in. Blaas uit, boom. Je hoeft niet te stoppen. Boom. Juist. Juist. Adem uit. Spuug gewoon in mijn gezicht. Nog eentje. Nog. Laat me los. Wat wil je doen? Laat me los. Oké, doe. Ik heb hem los. Ik heb niks gedaan. Heb je geteld? Nee. We zijn vergeten te tellen. Hoeveel was het? 25. Ik denk wel boven de 10. Hey, maar je deed hem wel, man. Ik zeg je eerlijk, je deed hem wel. Ja, maar ik heb echt lang niet zoiets gedaan, man. Voel ik... Kijk, dus moet hij niet weer disrespect gooien. Wat is dat? Speelt zo'n muziekje op alles. Al dat gedreund. Hoeveel gaan we proberen? 5 je erbij? Bro, je hebt nu al 40 kilo, hè? Eigenlijk... Wat mijn plan was voor vandaag, is dat je 60 kilo doet. Dat is hoeveel? Dan heb je al genoeg bereikt vandaag. Hoeveel hebben we nu? 40? Je had net 40. Dus nu heb je 50. Erbij. Nu heb je 50. Nu heb ik 50. Ja. En hoe vaak moet ik deze doen? Eigenlijk 10 keer. Kom op! Heb je haar geverfd? Nee, man. Een verkleuring van de zon. Ik had zo'n product voor mijn haren. Vakantie, een jaar geleden al. Okay. Een beetje gay. Oh, zwaar man, Kosto. Adem in. Maak jezelf groot, bro. Kom op, man. Wat is dit, bro? Zet die voeten goed. Wil je hem opnieuw doen? Ja. Nooit doen zo met je voeten. Je verliest al je kracht. Het ding is, je moet je voeten erin zetten, bro. Ja. Hier komt ook kracht vandaan, niet alleen hier. Ja. Voeten goed erin. Borst vooruit. Zet die borst vooruit, ook al heb je hem niet. Doe alsof je die borst hebt. Ik heb die borst. Oké, je hebt die borst. Kom, 1, 2, 3. Adem in. Boom. Kom op. Je doet hem zelf, ik doe bijna niks. Kom op. Nog 2. Kom op.
Wat doe je met die benen, bro? Doe ik het? Je doet als een bitch, bro. Waarom doe je dit, bro? Wat deed ik? Dit. Hou die benen uit. Heb je gezien? Hij doet die benen, bro, alsof je kutje hebt. Ik vind het kut om hem nu te doen. Hoezo? Gewoon, zeg maar, nu ga ik zeg maar doen van kijk mij. Nee, joh, bro, we weten dat je dat al kan. Maar ik doe gewoon met je mee. Ja. Niet dat je denkt van kijk, hij wil mij nu verschut zetten of zo. Tuurlijk niet. Dat is niet de bedoeling. Het boeit ook niet hoeveel je duwt, hè. Er zijn kasten, bro, ze duwen minder dan ik bijvoorbeeld. Maar ze zien wel beter uit dan ik. Dus uiteindelijk, niemand vraagt jou op het strand, wat duw jij? Ja, klopt. Ze zien van, oh, ziet er goed uit. Klopt. Niemand gaat je vragen, wat duw je? Zeg maar, zou je kiezen met fame of zonder fame en het geld? Hetzelfde geld? Zonder fame, bro, 100%. Ja? Zeker. Als ik dit geld kon verdienen zonder fame, 100%, bro. Weet je waarom? Je hebt rust, man. Heb je nu geen rust? Nee. Ik heb nu geen rust, man. Weet je, ik sta elke dag op met het gevoel van ik moet weer presteren. Vooral ook presteren voor mijn volgers, online. Voor relevant te blijven. Kijk, als jij een succesvolle onderneming bent, maar niemand kent de eigenaar, de onderneming is gewoon succesvol, dan heb je het gevoel niet dat jij als persoon relevant moet blijven en moet blijven presteren. Nu, ik heb een succesvolle onderneming, maar die onderneming is ook wel afhankelijk van mijn naam. Mm-hmm. En van mijn relevantie. Mm-hmm. Ook als ik een fout maak, stel ik maak morgen een domme fout en ik kom slecht in de media, is ook slecht voor mijn bedrijf, weet je wel? Terwijl iemand anders met een succesvol bedrijf, die niemand kent, die kan misschien fouten maken in zijn privéleven, maar zijn onderneming leidt er niet onder. Dus ik voel wel druk om te presteren elke dag. En soms neem ik een dagje vrij, ben ik gewoon thuis. En de volgende dag denk ik van, maar ik ben niets nut, man. Ik heb gisteren niks gedaan. Ik heb niks gepresteerd gisteren. Wil je zeg maar echt gewoon die mannenschijf, zeg maar? Welke zijn de mannenschijf dan? Gewoon die grote. IJzeren. Deze. Gewoon dat je kan zeggen van... Dit is die eerste stap, zeg maar, in het leven. Deze moet weg. Deze zijn eigenlijk voor vrouwen. Nu kom je een beetje... Die net ook de hele tijd, dus. Nu kom je een beetje bij die... Voelt al wat mannelijker, toch? Ja, zeg. Wow, luister. Ik wil dat je deze gewoon één keer doet. Meer hoeft niet. Eén keer gewoon om hem te voelen. Hou die voeten op de grond. Dus zet die voeten gewoon op de grond. Misschien moet je ze meer naar binnen. Ga niet dit doen wat je net deed. Dat weet ik niet. Je gaat zien op beeld. Ik heb dat weg. Hou die benen gewoon stabiel. Span je aan. Borst vooruit. Je hoeft niet net als op het strand helemaal op je rug te liggen. Je mag een beetje. Ja. Snap je? Ja. En geloof gewoon in jezelf. Ik kan het. Pak die stang. Ik help je om hem eruit te halen. Daarna je gaat zelf omlaag. Als je omlaag gaat. En op het moment dat je gaat duwen, je kan een beetje met je borst. Ja. Duw je hem een beetje. Ja. Moedig deze jongen een beetje aan. Hij heeft jullie nodig. Hij heeft jullie nodig, man. Kom op. Even goed inademen, uitademen. 3 keer en dan gaan we pakken. Kom op. Ja. Let's go. Kom op. Duw hem, man. Nog één keer. Nee. Ga even rusten. Je ging te snel omlaag, broer. Je hebt jezelf pijn gedaan, hè? Wek. Je hebt jezelf pijn gedaan. Borstkas hier. Je liet hem vallen op je borst, bro. Concentreer je. Nou, zal ik je helpen uithalen? Ja. Want je verliest haar kracht. Maar rustig, hè. Ga niet gelijk boom. Nee. Oké. Geloof me, als ik nu 1 keer doe, mijn rib naar binnen. Nee. Zijn je benen goed? Moet ik een klap geven op je rug? Ja? Ready? Wek. Kom op, niet lachen. Kom op. Alles. Oké, rustig omlaag. Duw, kom op! Jammer, man. Jammer. Maar jij hebt het geprobeerd, bro. Jij hebt het geprobeerd. Oh shit, help me, bro. Grapje. Oh, let's go. Ik dacht, hoe ga ik deze nu omhoog trekken? Ja.
schuin, bank drukken. Dus je hebt net plat gedaan. Nu gaan we schuin pakken met dumbbells. Dus nu heb je twee losse armen. Net kon je nog gewoon met één stang. Nu is het nog moeilijker om evenwicht te houden, want je moet gelijk gaan. En dit is voor de bovenkant borst. Die is eigenlijk nog belangrijker dan de onderkant, want deze groeit best wel snel. Maar deze is wat moeilijker. Ik heb ook is bij mij ook een... hoe zeg je dat? Ligt bij mij ook achter, die bovenkant borst. Maar we gaan hem doen. Let's go. Moet ik hem voldoen eerst? Ja, doe maar. Dat is oké. Twee dumbbells. Gaat liggen, zelfde. Borst vooruit. Holle rug? Altijd. Altijd holle rug. Maar niet te... Je weet toch niet te... Hij komt omhoog. Als je omhoog komt, kom je eigenlijk een beetje bijna tegen elkaar aan. Niet helemaal. Kijk, je kan hem op een gegeven moment ook zo doen, maar dit is meer voor de pomp. Mm-hmm. Zo draai je toch? Of zo? Hoeft niet. Okay. Dat kan later wel. Dat is ook een vorm van hoe je hem kan doen, maar dat hoeft nu niet. Je hebt hele lange armen. Maar je doet hem goed. Je mag nog iets meer zakken. Hoeveel kan je, denk je? Dit is 7,5 kilo. 10? 10 kilo? Denk je? Ik denk 12. Leg shock. Kom op. Juist. Hou die dumbbell tot hier. Niet te veel naar de zijkant. Kom op. Yes. En niet stoppen. Want je gaat kracht verliezen. Boom, omhoog. Boom, omhoog. Boven kun je stoppen, niet beneden. Boom. Hier kun je even ademhalen. Haal die adem als je naar beneden gaat. Als je naar beneden gaat. Nu naar beneden en ademhalen. Boom. Kom op. Nog één samen. Yes. We gaan nu even flies doen. Dus deze oefening. Kun je ook met dumbbells doen, maar we gaan hem nu met kabels doen. Bij deze gaan we eigenlijk twee borsten tegen elkaar aanduwen. Dit is ook een beetje voor de binnenkant van je borst. Uh-huh. Zodat je ook die scheiding krijgt. Weet je toch? Ja, weet je die scheiding een beetje? Ja. Sexy, mooi, hè? Die is mooi. Chicks vinden die lauw. Je pakt hem, je gaat een stapje vooruit. Eigenlijk wat je hier moet doen, is gewoon iemand knuffelen. Dit is gewoon, je komt je mattie tegen, je geeft hem een knuffel. En je spant je borst aan. Je gaat helemaal naar achter, dus niet hier. Gewoon lekker helemaal naar achter. En je geeft weer een knuffel. En zo ga je door. Zorg dat je even knijpt in die borst. Voel je hem? Uiteindelijk moet jij hem voelen, snap je? Ik kan hem niet voelen als je hem doet. Lekker. Goed zo. Niet zo lelijk kijken, man. Beetje een mooi boy. Lekker, goed, 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 goed. Ik ga zo meteen een beetje de pomp zien. Boys! Ja, man is aan. Warm. Lukt dat? Ja. Kunnen we boksen dadelijk? Denk het wel. Ik ga extra moe maken, broer. Dan kan ik je klappen geven misschien. Moeilijk. Kom op! Oh. Kom op, man! Als je dat op mijn andere arm deed, was ik dood. Ik zeg eerlijk, je hebt wel pompje gepakt. Ja. Gelijk. Snel, hè? Gelijk pompje. Kom door de creatine. Nee, dat heb ik altijd. Kom door de creatine. Concentration. Oh, ja. Hij is nu pas warm, hè? Hij is nu pas warm. Ik ga nu pas beginnen. Let's go. Pak hem. Doe maar minder. Nee, nee, nee. Echt? Nee, ik moet nee. Pak hem even draaien, pak hem even. Ik knakte iets. Kom op. Wacht, wat is het? Kom op, bro. Dat is geknakt. Nee, jij. Nee, joh. Boy, is dat je hebt APK-keuring nodig, bro. Wat is met jou, bro? Distributie geven. Je hebt onderhoudsbeurtje nodig, man.
Man is 25, kraakt van alle kanten. Ik krak nog steeds, moet je denken. Iets meer laten zakken, iets meer laten zakken. Maak die bicep lang, juist. Kom op, kast. Pompen, neef! Dit is hetzelfde, toch? Ja. Het is anders. Het is meer hoog. Die is wat nieuwer. Maar deze is echt oldschool. Ik hou van die oldschool dingen, man. Je hebt het goed gedaan, man. Respect. Dankjewel, we zijn klaar hier. We gaan wel nog even een beetje... Nee, shock niet, man. We gaan een beetje cardio doen, man. En niet op de normale manier, niet op zo'n fietsen en alles. We gaan gewoon een klein beetje kickboksen. Ik heb een mattie van mij geregeld, Safwan. Hij gaat ons een beetje petsen. En ja, man, we gaan even gewoon lekker een beetje bewegen, een beetje sparren. Normaal doe ik cardio op de fiets of op een loopband. Alleen ik vind het nu veel leuker om het tijdens kickboksen te doen. Jij doet ook kickboksen, dus dat moet je gewoon blijven doen. Alleen blijf veel eten, want tijdens kickboksen, je verbrandt veel. Klopt. Dus je moet veel blijven eten en zwaar blijven trainen. Let's go. Dankjewel, sowieso. Boom! Ik doe hem op de Albanese manier. Yes, beste mensen, we zijn hier met Safwan. Go hard by Ahidar, PT. Hij komt ons even petsen. Mijn bro Isa is ook hier. Hij gaat even laten zien wat hij kan. En dit is even onze cardio sessie. We nemen jullie mee. Het is, hoe laat is het, boys? Kwart voor drie. Het is kwart voor drie in de nacht. Check die klok daar. Het is kwart voor drie in de nacht. Het zijn die Ramadan tijden. Dit is onze laatste oefening die we gaan doen. En dan gaan we lekker eten en slapen. Dus laten we knallen, man. Links, zes. Eén. Eén. Yes. Eén. Stop. 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 Moes, vanaf. Vanaf. Pa! Stop, pa! Stop, pa! Stop, pa! Kom op. Pa, pa, pa! Pa, 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 pa! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Ja, dat is goed. Deze duurde lang, man. Had je 2 minuten gedaan? Ja. Sta op, man. Je staat verschut, bro. Oh, 5 seconden hiervoor las het net een licht op de grond. Nu is hij motivation nog. Ah, oké. Okay. Dus echt dit. En dan daarover heen. Oké, dat is 1. Echt van boven. Ah, oké. Okay. Maar hem zo. Ja. Lever. Doe iets, man. Stop. Doe iets. Stop. Doe iets, man. Stop. Alles erin.
Wat? Stop. Ik ben klaar, man. Thanks, Sof. Deze is nat. Zelfde? Zelfde. Zelfde te doen. Maar mama, bro. Ga weg, hè. We zijn klaar. We zijn helemaal gesloten. Respect, bro. Je was het. Kom, hè. Oh, dankjewel. Dankjewel. Het is alles helemaal langs. Het is helemaal langs. Moet ik wel aan laten doen? Doe gewoon met je hart. Doe gewoon met je hart. Ciao, man, boy. Laat comment achter, trouwens. Je weet het.